Niet naar u? Ja. Alternatief VZW is een sociale onderneming. We zijn gestart oorspronkelijk in Hasselt al in 1985. We zijn altijd bezig geweest met het ondersteunen van de tewerkstelling van mensen. We hebben daarvoor begeleidingsacties ontwikkeld, maar ook tegelijkertijd acties rond de interne tewerkstelling, dienstverlening naar overheden en naar andere bedrijven. Werk vinden voor de werkzoekende is één ding, maar het kunnen behouden en zich integreren in het bedrijf is een ander ding. Dus met job- en taalcoaching bieden wij de gepaste ondersteuning waarbij die persoon zich als een vis in het water voelt in dat bedrijf. Het meest recente, misschien ook interessant voor de bedrijfswereld, het begeleiden van individuele maatwerktrajecten. Mensen kunnen met een sociaal programma ook in een regulier bedrijf te werk gesteld worden, waarbij we op het terrein die begeleiding dan kunnen garanderen. Telcoaching is zeer belangrijk, omdat op dit moment daarmee de instroompotentieel voor de werkgever enorm opgetild wordt. Taal mag geen barrière zijn voor tewerkstelling. En op dit moment kunnen we met aangepaste taalprogramma's eigenlijk ervoor zorgen dat die werknemer op korte tijd zijn rendement probeert te behalen op de werkvloer. Maar we gaan de systematiek van hoe dat er met taal wordt omgegaan, zowel voor de persoon als de verwachting binnen het bedrijf, in kaart brengen. En daar proberen een actieplan tot stand te brengen waarbij die match veel beter gemaakt wordt. Ja, het Jessa ziekenhuis is een tweetal jaar geleden in de focus gekomen. We hebben daar eigenlijk een zeer goede samenwerking kunnen uitbouwen. En vooral ook de taalcoaching heeft daar enorm aangeslagen. We zoeken daar op het niveau van logistiek personeel naar heel wat mensen. Dat is daar enorm tekort. Die kunnen daar nu geïntegreerd worden dankzij onze programma's. Ja, we merken dat de mensen wel socialer worden. Ze durven meer vragen stellen en ze durven ook de complexere vragen stellen. Waar ze vroeger iemand anders zouden sturen, komen ze nu zelf naar ons of naar de teamleiding om de vragen te stellen. Ze worden ook opener op de werkvloer. En Hasselt is een typische KMO-stad met heel veel beweging. En op niveau van de werkstelling van mensen willen we hen daarin graag coachen en begeleiden. Dat doen we graag, daar zijn we sterk in. En ik denk dat we daar met de Hasseltse ondernemer een zeker samen succesverhaal van kunnen maken. Als ik de andere ondernemers in Hasselt één advies zou kunnen geven, dan zou ik zeggen gewoon doen. Het is een investering, maar op de langere termijn is het zowel voor de ondernemer als voor de medewerker een stap in de goede richting.